kerstboomactie elk jaar. En dan gaan we zoveel mogelijk proberen zoveel mogelijk kerstbomen te verzamelen. Zo heeft hij geen nut. Is zomers zo'n houtje? Iedere vrijdag van 7:45 tot 8:45 ongeveer zijn bij de hobbyclub. En dan mag je van alles bouwen. Toen hebben we een soort van ontwerp gemaakt. Het spul die we hadden. En zo hebben we een kerstkar gemaakt. De eerste jaar toen we begonnen, toen deden we het, hadden we zelf van een tafel in zijn tuin, dat zeg maar een soort lichtbed staan, zeg maar. Daar hadden we toen wielen onder gehaald. Ik weet ook niet precies meer hoe we dat hadden gedaan, maar toen hadden we daar al kon één kerstboom op, zeg maar. Dat was dus niet heel slim. En vorig jaar zijn we begonnen met die kerstboom elkaar. We hebben ook wat sponsors. In totaal nu 20. Dus dan krijgen we volgens mij 2 euro zo per kerstboom. Ja. Dus dat is wel veel. De helft van het geld geven we aan de hobbyclub. En de rest mogen we zelf houden gewoon. En dat verdelen we dan over de iedereen die heeft geholpen. Fietsstraat, hè? Nee, de Lepelenstraat. We gaan nu naar de Lepelenstraat. Hier, nee. Ja, we gaan gewoon. Ja, we weten. Met z'n allen, want ik heb bijvoorbeeld 2 jongens uit dit groepje, heb ik die daar werk ik nooit mee samen en daar werk je nu wel heel veel mee samen en daar maak je heel veel plezier mee. Ja, maar je moet met z'n allen de kar duwen en ja, moet je wel samenwerken om die kar vooruit te krijgen. Het is vooral leuk gewoon als je met je vrienden bent en dat je... Ja, gewoon. Maar vooral zie je het als je een kerstboom vindt, dan is het ook wel leuk. Is het die auto open? Ja, hoeveel hebben jullie er al? 85. Ja, we gaan het niet altijd. Gaat de goede kant op. Ja, ik moet even naar de kapper, want die jongens zijn er. Dus je kunt het chocolademelkje gaan halen als jullie willen. Goed, hè? Goed, nou, succes, hè? Ja. Zien ja. Jullie? 10, 2, 1. En er gaat wel eens wat fout. Ja, er was een kerstboom in het water gevallen. Door de hevige storm. Door Job. Op woensdag. Dus. Door Job.
ja, dat was het leukste. Dat was wel grappig. Dat was het leukste, vond ik. Vrijdagochtend kun je brengen. Ja, gaan we het organiseren. Komt goed, oké. Hoi. Mogen wij een chocolademerkje? Chocolademerkje pakken. Ja, weet je hoe het moet? Ik wil het moeten. Dat is allemaal niet eerlijk, hè? Ook moet ik gaan. Het is leuk als je een hele berg erop maakt, dan kan je erin spelen en ja, hutten ervan bouwen. We hadden laatst nog een heel voetbalstadion ervan gemaakt. We hebben ook een grot ervan gemaakt en ja, twee keer zelfs. Nee! Ik vind het echt niet lekker. Help! Help! Staan! Help me even! Ja, ik ben eruit! Au! Dus dat hele stadion gebouwd en een hele tunnel erachter en zo, dat hadden we best wel lang over gedaan. Dat is nu allemaal weg, dus dat is wel jammer. Maar verder is het ook wel weer leuk dat we zo, dat we vrijdag gaan we weer met Jan Wals krijgen, weer taart en zo. Chocomel, daar heb ik ook wel zin in. Ja. €50. Jullie bedankt. Ja. Voor het opruimen. Oh. Prachtig. Als je het kwijt gaat. Het is helemaal een beetje. Ja, onze kerstbomen worden hier in het park versnipperd. Maar in Bonnekendam krijgen ze er geen geld voor. Maar dan worden ze wel verbrand. Dus dat is niet zo goed voor het milieu. Dus onze kerstbomen worden hier in het park versnipperd. Taam, Thijs, Job, Basisiek, Jesper, Ian, Stijn, Dejan, Dien, Dien? Dien. Nina, Michelle die komt niet, Fleur die komt niet en Emile komt wel. Emily. Oké. Nou, Spritz het komt. Jaap is er ook of niet? Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zoals het begonnen is met Sint Maarten kwam Maarten, of met Sint Maarten kwam Taam en Job loopt bij mij aan de deur. We komen binnenkort nog even chocomel drinken, meneer Wals. Oh, dat zo? Ja, wij gaan kerstbomen ophalen weer. En wilt u weer voor sponsoren zorgen? Ik zeg prima. 200 bomen zijn erop gehaald. Dat is toch een heel groot aantal. Nou, het eindresultaat is geworden €585. Ik denk dat is nog wel een applaus waard. 50% voor de club en veilig bent. Dus dat moeten jullie verdelen. Dan mag jij uitrekenen wat jij en oom en Jaap gaat geven. Dus ik zeg, tel het uit en reken het even voor of het klopt. Applaus, hè. Ik denk altijd dat jullie nog eens een keer terugkomen. Ja. Tenminste, het nieuwe seizoen, hè. Nu, vanavond zien we jullie nog weer. En de kaart terugbrengen. Ja. Ja, dat gaat straks. Zonder vorken. Ik zou zeggen, thuis toe. Oh, hey, jullie mogen eten met jullie handen.
En dit wordt jullie aangebouwd door de gemeente Waterland. Door de wethouder moment. Dus geen taart, maar wel staat de kroketten en de frikandellen wat erop ligt. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Jongens, proost op deze kanjas, hè? Salut!